Beste kijkers, aan de ene kant vandaag nog steeds een beetje aanmodderen. Dat zien we heel goed terug op de dagkaart, waarin we nog steeds een beetje zijwaarts bewegen tussen groen 7,50 en rood 7,76. Maar aan de andere kant toch ook een dappere poging van de Bulls om boven de SMA-lijn te prikken. Dat is gelukt, maar helaas wel met een klein zwart kendeltje. Liefst zien we natuurlijk wit. Swing tellen wel naar plus 1 standje, dus wat dat betreft wel een lekker windje in de rug van de Bulls om in ieder geval te gaan proberen noordwaarts op te stomen richting die rode zone. En dat betekent dat schoorvoetend toch voorzichtig een upswing van start gaat. De DBS springt in het groen, maar de Enter Long Coaching Stip blijft nog even achterwege. Want de RSI blijft achter, ligt nog net onder de 50-lijn. Dus het momentum mag nog wat aanswellen om dan daadwerkelijk met turbolongposities bijvoorbeeld mee te liften naar die 777 passage. Gaat het lukken om boven die SMA-lijn te blijven? Dat is natuurlijk de vraag. In het ongunstigste geval klappen we er morgen weer onder en gaan we opnieuw druk zetten op 7,50 en 7,48. Omgekeerd geredeneerd, er moet een witte candle bijkomen, wit op de SMA-lijn. Dan blijft het vizier gericht op de rode zone. En dan zou je al voorzichtig anticiperende koopposities kunnen overwegen. Dus wat dat betreft wel een spannende en enerverende positieve overgangsfase. De DAX, bijna een kwart procent erbij vandaag en daar zien we niet zo gek veel wijziging in het charttechnische beeld. Nog steeds een beetje hangen en wurgen onder de SMA-lijn. Nu voor de derde achtereenvolgende dag een zwarte candle op min of meer hetzelfde niveau. En u begrijpt, we hebben een impuls nodig, liefst boven de SMA op 15.900 ruim, tevens de eerste Fibo-lijn. Daarboven dan komen de Bulls los voor 16.500. Zo niet, dan blijft het ook hier een beetje aanmodderen, een beetje kwakkelen. De swingteller schiet al aardig op in zijn minstand, dus die kan binnenkort ook naar plus 1. Dus de wil is er wel, de intentie is er, alleen de Bulls laten dat nog niet echt duidelijk zien. Hoe is dat bij de Nederlandse velden? Ik neem je mee naar ASML Holding, want die scoort lekker vandaag. Dat wil zeggen, de pullback kan worden afgerond, die ingezet is vanaf 6,88, correctie beter gezegd, terug naar de SMA-lijn, terug naar de eerste Fibo-lijn op 6,40 heeft afgerond en nu voor de vier achtereenvolgende dag lijkt daar rust gevonden te worden. De indicatoren nog niet allemaal naar een plusstand, wel de groene DBS, maar ook hier geldt dat de RSI toch wat achterblijft. Misschien morgen door de 50-lijn en als dat gepaard gaat met opnieuw een tandje hoger bij de swingteller naar plus 2 en een witte candle, dan krijgen we wel degelijk mooie koopkansen aangereikt en in ieder geval een bevestiging dat zo rond 6,40 er een bodem geplaatst is en dat is wel op een lekkere plek op de chart. Dus anticiperende koopkansen, wellicht wachten op iets meer bevestiging, maar daarna meeliften naar de opnieuw de 700-zone, dat lijkt het meest waarschijnlijke scenario. Ik wens u een prettige avond.